Uh, dames en heren, de Telegraaf Media Groep uh, kent u al ongetwijfeld van de naam Telegraaf. Tot het jaar 2000 was het een hele succesvolle onderneming die met printactiviteiten miljoenen verdiende. En dat kwam allemaal op een fantastische gemakkelijke manier kwam dat binnen. We hebben denk ik een van de weinige hoofdkantoren in Nederland. En u kent het misschien wel, het bevindt zich naast de A10. Tien verdiepingen hoog. Waarbij geen enkel raam open kan. En de reden daarvan is dat wij een blokkade moesten opwerpen voor al het geld dat binnenvloog. Het kwam al die jaren in onze geschiedenis, vloog het geld binnen. Dat heeft ervoor gezorgd dat er binnen de organisatie een cultuur is gaan ontstaan in die al die jaren daarvoor van alles kan. Alles mag, alles kan. Maar toen trad schaarste inderdaad op. En de schaarste waar wij als concern de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad. met twee hele eenvoudige kerngetallen kan ik dat typeren. Advertentieinkomsten in de afgelopen tien jaar gehalveerd in de markt. Van printadvertenties gehalveerd in tien jaar tijd. Oplages van betaalde dagbladen dalen met 14, 15 procent in een periode van vier, vijf jaar. Dat betekent dat wij als concern een andere richting hebben moeten kiezen. Enerzijds, en die richting is eigenlijk, als je het heel kort en heel populair samenvat, komt het op het volgende neer: printactiviteiten zo goedkoop mogelijk en digitaal zo snel mogelijk. En zoals u allemaal kunt weten en kunt volgen ook... zijn wij niet alleen met de traditionele merken die wij hebben... en dat is een Dagblad Telegraaf, dat is een Gooi in de Emelande, dat is een Haarlems Dagblad, dat is een Huis en Huisblad als de Echo... dat is een tijdschrift als Privé, dat is een tijdschrift als autovisie. zijn wij met dat soort merken niet alleen actief in print... maar vanuit die merken hebben we ook spin-off activiteiten ontwikkeld richting internet. Maar dan ben je er niet... De volgende stap is, en daar heeft u recentelijk ook kennis van kunnen nemen, om initiatieven te starten. Als bijvoorbeeld het overname van iets als een social community, als huis. We zijn al jaren actief met Relatieplanet met Habbo uh, Hotel. Noem ze allemaal maar op. En als je al die merken naast elkaar zet en je zet al die activiteiten op het internet naast elkaar, bereiken wij dagelijks miljoenen mensen. Miljoenen consumenten. En waar wij nu voor, de grote uitdaging waar wij de komende jaren voor staan is tweeëlei. De eerste is hoe gaan wij ervoor zorgen dat die kennis die wij van die individuele consumenten verzamelen over al die verschillende activiteiten, hoe gaan we dat toegankelijk maken voor onszelf om die mensen steeds en steeds meer op maat individueel te kunnen gaan bedienen? Met content, waar ze ook zijn, hoe groot die content ook moet zijn, of het nou internationaal nieuws is, nationaal of hyperlokaal, en niet alleen meer met nieuws, maar ook met naslaginformatie. Hoe kunnen we dat zoveel mogelijk één op één, op maat, door hergebruik van de kennis van die consument inzetten? En het tweede, en dat wordt steeds belangrijker de komende jaren, en dat is het spel tussen de adverteerder en de uitgever. Want adverteerders zijn gewend om een boodschap gericht op het medium, op de device, ontwikkelen ze een boodschap. En al die consumenten die langskomen op die device en die kennis nemen van die advertentie, zien allemaal eenzelfde boodschap. Het gaat er straks om dat op het moment dat consumenten over verschillende devices gaan, dat adverteerders die consumenten gaan volgen. Want hoe meer je van een consument weet, hoe meer je ook je marketingcommunicatie één op één kunt gaan inzetten. En dat betekent dat per adverteerder niet de device leidend zal zijn voor de boodschap die hij over het voetlicht wil gaan brengen. Maar dat de vraag aan de orde komt, hoe kun je per device op maat gedifferentieerd, één op één zoveel mogelijk reclameboodschappen brengen? zodat je niet als adverteerder één boodschap op een device naar voren brengt, maar zoveel mogelijk getargete boodschappen op consumentenniveau naar voren gaat brengen. Dat is alleen maar mogelijk als we niet meer vanuit traditionele transactiemodellen gaan denken, zoals wij van oorsprong hebben gedaan, maar dat betekent dat we veel meer zullen moeten gaan samenwerken met adverteerders. Samen moeten gaan werken, samen moeten gaan ontdekken hoe dat gaat. Want van oorsprong zijn wij een zeer transactiegeoriënteerde organisatie. Wij zijn farmers. Maar aan de andere kant zullen we veel meer richting de hunters moeten gaan. Om samen met die adverteerders op nieuwe concepten te komen. En dat betekent een hele nieuwe dynamiek in een organisatie met een jarenlange geschiedenis. Maar die organisatie zal de komende jaren zeer gaan veranderen. Want de assets die zijn er naar. Dank u wel.